Nog 7 bewoners zitten er in het Big Brother huis. Zaterdag 5 maart zijn het er nog maar 6. Noël of Julio zal het huis moeten verlaten. Dat zij de genomineerden werden, dat was met een opvallende omweg. We checken het even bij onze showbizwatcher. Dag Chloe, klopt er dat er wat nominatiechaos in de lucht hing deze week? Ja, deze week moesten de bewoners dinsdag al nomineren. Zo vroeg in de week hebben ze dat nog nooit moeten doen. Met Salar als little brother en een immuniteitspin voor Nushin konden enkel Grace, Nawel, Tobias, Christophe of Julio genomineerd worden. Uiteindelijk kregen Nawel en Christophe de meeste stemmen. Christophe zou zo voor de 2e keer op het bord terechtkomen, Nawel al voor de 6e keer. Maar dat is uiteindelijk toch een beetje anders uitgedraaid, hè? Dat klopt. Tijdens een spel hebben Christophe en Nawel een rewind-token kunnen bemachtigen. Die token zou iedereen terugbrengen naar het moment voor de nominaties. Nawel en Christophe moesten dan een pleidooi geven over waarom ze het verdienen in het huis te blijven. En wat later moest er ook teruggestemd worden. Uiteindelijk zijn het Nawel en Julio die dus voor een exit moeten vrezen. En hoe komt Julio dan ineens op het bord in plaats van Christophe? Ja, Julio veranderde zijn stem van Tobias naar Nawel en Grace veranderde haar stem van Nawel naar Julio. Verder bleef alles hetzelfde, maar door die veranderingen kregen plots 3 bewoners 4 stemmen, Christophe, Nawel en Julio. En als little brother heeft Salar besloten om Christophe opnieuw te redden. Ja, en daar is wel wat over te doen geweest, hè? Ja, hoewel Christophe veel fans heeft, komt hij uit Polst al weken naar voren als de minst populaire bewoner en dus degene die mensen het liefst zien vertrekken. Dat deze week weer niet kan gebeuren, stoten op kritiek. Zo wordt beweerd dat Big Brother een handje boven Christophe's hoofd houdt en de productie er alles aan doet om hem in het programma te houden. En ergens kan dat wel kloppen. Hoezo? Met Christophe en Nawel op het nominatiebord zou sowieso een Belg naar huis gaan. Met de regel dat er 2 Belgen en 2 Nederlanders in de finale moeten staan, zouden de Belgische finalisten al bekend zijn, Nushin en Nawel of Christophe. Nushin is gaan informeren of die regel klopt en kreeg te horen dat het niet zeker is wegens de onvoorspelbaarheid van dit seizoen. Maar Peter van de Veire hoorden we in de voice-over van de aflevering van donderdag die regel wel nog eens herhalen. Met Nawel naast Julio bestaat er dus een grote kans dat Julio zal vertrekken en zou er dus nog geen zekerheid zijn over de Belgen in de finale van 26 maart. Dat wordt nog een spannende strijd. Bedankt voor de verduidelijking, Chloe.